Ik ben Tom. Ik ben servicemonteur voor Motorrad Linde. Een servicemonteur is verantwoordelijk voor het onderhoud van heftrucks en de keuringen en eventueel ook storingen. Als een klant een probleem heeft met de truck, dan komen wij als monteurs het probleem weer oplossen. Ja, 's ochtends start je je laptop op en dan kun je zien wat voor jobs je hebt en waar je heen moet. En dan stap je in je bus en dan ga je naar de klant toe en dan ga je aan het werk. Het leuke aan servicemonteur zijn is dat je heel vrij bent. Je bent eigenlijk een soort eigen baas. En er komt natuurlijk ook wel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Wat ook leuk is dat je op heel veel verschillende plekken komt. Je rijdt in je eigen regio rond. En in principe alle bedrijven die een Linde heftruck hebben, daar kom je wel terecht. Als servicemonteur ben je het eerste gezicht van Motorrad Linde. Je bent eigenlijk een ambassadeur. Net als bij bijvoorbeeld de Wegenwacht zijn mensen blij dat je er bent. Als je bij Motorrad Linde gaat werken, dan krijg je eigenlijk direct een bus van de zaak. Gereedschap, een laptop, een telefoon en ook interne opleidingen. Want ik was hiervoor dan automonteur en dan krijg je gewoon de opleidingen zodat je voldoende kennis hebt van heftrucks. Motorrad Linde onderscheidt zich van andere werkgevers doordat zij de importeur zijn van Linde. Linde is een premium heftruckmerk, een beetje de Mercedes onder de heftrucks. Daardoor is het ook fijn om aan die machines te werken, want mensen zijn vaak trots op de machine. En ik vind het fijn dat ze een Linde hebben. Het leuke aan Motorrad Linde is ondanks dat het een groot bedrijf is, dat het gewoon een goede sfeer is, gewoon gezellig. Als je op zoek bent naar werk als servicemonteur, dan raad ik Motorrad Linde zeker aan. Ik heb het goed naar mijn zin en ik blijf voorlopig nog even.